Lunches en dat soort dingen. Zij mogen ze gaan toch niet kijken, ze zijn alleen maar winnen. Dus wat mij betreft mogen ze wat meer naar de zijkant. Dus als jij als langzaamschuivelende 90-jarige, ja, wil jij ook kunnen genieten van de weg? Ja, en dan voor mij het belangrijkste is dat ik dus dat ik niet hoef te uitwijken. En dat zij niet om me heen gaan opeens plotseling als ze met een, nou ja, de toekomstige iPhone, dat zal waarschijnlijk Alleen maar met chipjes zijn, dat zal waarschijnlijk embedded zijn. Ja. Maar dan wil ik niet dat ze opeens opkijken en dat ik dan even uit de weg moet springen. Want ja, voor hetzelfde geld staat mijn stok fout en lig ik plomp. Ja. Dus ik denk dat dat is het belangrijkste. En ik verwacht... Zou het kunnen helpen als je langs de weg ook een soort van vriendelijke borden hebt die even die mensen daarop attenderen? Ja, en je kan ook... Net zoals voor blinde mensen heb je verschillende type tegels. Ja, en interesting. Zo zou je bijvoorbeeld een wat zachtere renondergrond kunnen doen. Ja. En dat is soms tegen een harde. En dat kan je dus met een berm, zodat de fietsers daar niet op gaan. En dan kan je de renners rennen dan liever. Ja, en dan, weet je tegenwoordig van die nieuwe mooie straten met verlichting in de straat. Dus ja, er zal heus wel moderne techniek zeggen, nou, dit is een fantastische baan voor rennen en dit is rot om op te rennen, maar goed om op te lopen. Volgens mij heb je dat ook met verlichting. Je kan verschillende kleuren lichten, zou je ook kunnen doen, hè? Ja. En, op de weg. Ja, toch? Blauw voor hardlopen en... Ja. Dat zou denk ik het belangrijkste zijn, want een paar kinderen die dan fietsen, weet je, dat maakt niet uit waar je bent, of je nou rent of niet, die komen toch voor je voeten. Ja. En papa en mama scheren het heel, maar dat hoort erbij. Dat is dus onderdeel van leven. Maar inderdaad, die renners, de fietsers, die gewoon zo snel gaan dat ik ze ook op het laatste moment dat ik schrik, zou ik zeggen, dat zou mijn grootste zorg zijn.